Welkom bij het verkeersjournaal van donderdag 22 januari. In het Westland, daar wordt gewerkt op de N223. Vanaf morgen wordt de weg ter hoogte van de Groene Weg afgesloten. En hierdoor is er geen doorgang voor het verkeer mogelijk. En u kunt daarom omrijden via de N220, dan de Wouterse de Naaldwijkse Weg en hier de Galgenweg. Fietsers die kunnen nog wel langs de werkzaamheden rijden. Het fietspad wordt namelijk verlegd. De werkzaamheden die duren tot begin februari. In Pooldijk wordt opnieuw geasfalteerd. De Sotoriestraat is sinds vorige week helemaal afgesloten. Die straat die wordt opnieuw geasfalteerd. Er geldt een lokale omleiding, let u dus op de borden. De werkzaamheden in deze fase die duren tot midden maart. En daarna wordt gestart met een volgende fase. In Rijswijk wordt gewerkt aan het riool. Vorig jaar werd al hard gewerkt aan de riolering in de Haagweg en in de Parallelweg. Het riool is vervangen en de weg is weer bestraat, maar het werk in de straat is nog niet helemaal afgerond. Want sinds vorige week wordt er gewerkt op een ander deel van de Parallelweg van de Haagweg en de gemeente is daar bezig met rioolinspecties en de weg is daarom versmald tot één rijstrook. Maar de doorsteek ter hoogte hier van de die is gewoon open. En de werkzaamheden op die parallelweg die duren tot het einde van de week. Wilt u meer informatie of meedoen aan de prijsvraag Raad de straat? Kijkt u dan op onze website. Dat is omroepwest.nl. Nou, dit was het. En heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.